Diverse records scherp gesteld op de Lolaan. Afgelopen weekend, het weekend van de midwintermarathon, was er voor alle hardlopers in Apeldoorn, of het nou ging om de recreatielopers of om de wat meer serieuze lopers, wel een afstand te vinden waar ze zich konden inschrijven. De start was vrijdagavond met de allereerste centraal beheer Night Run. De inschrijvers, maximaal 600, en dat aantal was ook bereikt, gingen om 7:30 van start voor een parcours van 4 kilometer door de stad. Na de start op het Marktplein ging het via steegjes, maar ook via gebouwen, zoals de brandweerkazerne en CODA, terug naar het stadhuis waar de finish op de eerste verdieping was. Frans, de Night Run, hoe is het idee ontstaan? Ja, 2 jaar geleden zagen we allerlei ontwikkelingen. Mudrun, Color Run, Obstacle Run, allemaal alternatieve lopen. En we dachten, ja, dat zou leuk zijn ook bij de midwintermarathon. Vorig jaar hadden we het plan om rond Parkberg en Bos een nightrun te organiseren. Dat ketste af op natuurwetgeving. En toen dachten we, dit jaar nou moeten we echt doorpakken naar een nightrun in de binnenstad. En ja, ik durf bijna niet te vragen, je hebt de route gezien. Hoeveel werk is dat om zo'n routetje even uit te zetten? Want het is maar 4 kilometer, maar... Ja, daar is goed over nagedacht. We hebben een geweldige vrijwilliger, José Cetanovic, die dat met Jeroen Onlet samen hebben bedacht. En zij kent de binnenstad heel goed. Dus we hebben al pratende een prachtig parcours hier gekregen door 13 gebouwen heen. Grootste deel door de binnenstad en een stukje oud Apeldoorn. Eerste editie, tevreden? Wat ik nu zie is de doorstroming goed, weinig opstoppingen. Natuurlijk moeten we nog evalueren, alle reacties terug horen. Maar ik denk dat we met dit aantal van 700 voorzichtig hebben ingestoken. En dat we volgend jaar echt wel meer mensen toe kunnen laten. Is dat de enige mogelijke wijziging voor volgend jaar? Meer deelnemers? Nou, ik denk dat we elk jaar iets meer spektakel willen hebben. We hebben het evenement nu neergezet. En dat spreekt enorm tot de verbeelding. En elk jaar verder uitpakken dat het steeds aantrekkelijker en aantrekkelijker wordt. Imre, om te beginnen gefeliciteerd. Je hebt de eerste Night Run gewonnen. Hoe is dat? Nou, het is een hele leuke ervaring. Je gaat door allemaal bekende plekken waar je normaal gesproken komt, maar niet in sportkleding. Dus het... Jij loopt vaker volgens mij. Hoe is dit parcours? Want er zitten nogal wat bochten in volgens mij. Ja, je moet wel echt op elkaar uitkijken waar je naartoe gaat. Ook met de trapjes en zo. Want als je normaal staat of in het bos loopt, dan heb je niet trappen of smalle gangetjes waar je mee moet. Wat is de leukste plek in het parcours? Ik denk bij de brandweer, want zij hadden een heel feestje van gemaakt met allemaal rook en ja, allemaal brandweerwagens en zo. Dus... Volgend jaar weer? Dat denk ik wel. Meneer Stukker, eerste night run, eerste reactie? Ik vind het fantastisch. De enthousiasme van de deelnemers, al die lichtjes door de stad heen. En wat ik heel erg mooi vind, dwars door al die panden heen, waarbij ik hier ook hoor, de glijbaan van CODA is wel favoriet, dus hartstikke leuk. Volgend jaar doet het stadhuis weer mee? Nou, wat mij betreft absoluut. Ik had kunnen weten dat ik jou hier tegen zou komen. Ja. Hoe is dit met dermate lange benen en een parcours met zoveel bochten? Ja, ik was natuurlijk wel een beetje bang dat ik de opstopping zou vormen bij de glijbaan in de bibliotheek. Het was toch even een krap momentje. Maar ik heb er doorheen geslagen. Het was een vreselijk obstakel, maar het is helemaal goed gegaan. Maar als je dit moet typeren, deze loop? Ja, het was heel erg leuk. Ik was samen met mijn vrouw en 2 kinderen. De 2 jongste die liep met ons mee. En de tweede die is met een stel vriendinnen op pad. Die zijn we gelukkig voorgebleven. Maar het was heel erg leuk. Ten eerste omdat je even op plekjes komt waar je normaal gesproken nooit komt. Midden in het centrum van Apeldoorn. Je wordt van harte uitgenodigd door alle mensen die hun deuren openzetten. We zijn door de bakker, door de CODA, de club zijn we erheen gelopen. Ontzettend leuk dat er ook aandacht in besteedt om een beetje muziek te maken. De mensen op te vrolijken. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat je volgend jaar het aantal inschrijvingen kunt verdubbelen. Zonder te discrimineren, wat was de leukste plek? Wat was de leukste plek? Nou ja, de glijbaan. Dat was echt een rij voor. Dus iedereen wilde daar doorheen. En als je niet wilde of durfde, kon je er wel langs. Maar iedereen wilde dat natuurlijk wel doen. En ik moet zeggen, ontvangen worden door de wethouder op het stadhuis is ook heel erg leuk. Dus zeker weten. Dankjewel. Heel goed. Zaterdag voor de Marathon Trail hadden zich 150 deelnemers ingeschreven. Wat gelijk ook het maximum aantal is. De tocht ging vanaf het Uddelermeer door het Kroondomein met wederom de finish bij het Uddelermeer. Stonden de lopers vorig jaar nog in de sneeuw, dit jaar waren de omstandigheden aanzienlijk beter. Nummer 1 op de Marathon Trail, zo moet ik het zeggen. Hoe was het parcours? Ja, prachtig. Heel mooi. Hele mooie natuur. En zoveel rust en heel erg genoten.
Dat is op en afdalen, dat is leuker dan de weg. En de weggesteldheid, hoe was die? Want ze hadden een hoop, toch wel modderig. Ging wel. Het viel erg mee, vond ik. Alleen op het eind wat modderpoelen waar je doorheen moest slalommen. Maar voor de rest heel goed te doen. Nee, het was best droog nog. Maar ook mooie omstandigheden, denk ik. Dit lijkt me het echte loopweer. Geweldig. Ik had een regenjas bij me en allemaal andere spullen. Dus ik had allemaal vrienden waar ik mee samen ging lopen. En die hebben het toch afgehaakt, omdat het slecht weer zou worden. En ze vonden het toch iets te ver. Dus nee, ik heb heel erg genoten. Dat was geweldig. Was dit jouw eerste keer? Hier? Nee, ik heb vorig jaar ook gelopen in de sneeuw. Dat was ook heel mooi. En toen heb ik wel een stuk rustiger gelopen. Volgend jaar weer, tot slot? Tuurlijk, ja. Ik moet komen verdedigen. Het sluitstuk was afgelopen zondag natuurlijk. Waar 14.559 deelnemers, variërend in leeftijd van 4 tot en met 84 jaar oud, van start gingen op de Lolaan op de diverse afstanden. Start was natuurlijk de kidsrun om 10 uur. Gevolgd door de 10 Engelse mijlen met een start om 11:15. De Assenronde om 11:45. En het absolute sluitstuk was natuurlijk de 8 van Apeldoorn die van start ging om 3:00. De lichte motregen bijna de gehele dag was voor het publiek wat minder. Maar voor de lopers blijkbaar een inspiratie, want er sneuvelden maar liefst 3 parcoursrecords. Aanstaande zaterdag komen we terug op de Midwintermarathon met een uitgebreide samenvatting. Zaterdagochtend omstreeks 10:00 is er een overval gepleegd aan de Hoofdstraat. Tijdens de overval raakte een medewerkster van de juwelier gewond. De overvaller kon op straat worden overmeesterd door omstanders en is overgedragen aan de politie. De medewerkster is behandeld aan haar verwondingen en naar het ziekenhuis overgebracht. Bij een ongeval in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3:00 op de kruising Europaweg met de laan van Westeneng zijn 4 gewonden gevallen. De bestuurder van de auto raakte vermoedelijk de macht over het stuur kwijt nadat hij vanaf de Europaweg de laan van Westeneng wilde oprijden. De auto raakte van de weg, botste tegen een boom en kwam tot stilstand op het fietspad. Een van de inzittenden kon op eigen kracht uit het voertuig komen. De overige 3 moesten door de brandweer uit de auto bevrijd worden. Alle gewonden werden, nadat ze waren bevrijd, overgebracht naar verschillende ziekenhuizen. De toedracht van het ongeval wordt nog onderzocht.